548 inwoners van de gemeente Altena vulden de online enquête in die de raad gaat helpen om een profielschets te maken van de nieuwe burgemeester van Altena. Men kon kiezen uit 16 kenmerken, zaken zoals kan zich inleven in de cultuur en waarden van Altena en voelt zich betrokken bij de streek, of staat tussen de mensen en is er wanneer er iets aan de hand is. Die laatste scoorde het hoogst in de enquête, maar wanneer men aan moest geven wat men het belangrijkste vond, koos men voor de eerstgenoemde. Invullen kon digitaal of schriftelijk, maar daarnaast zijn raadsleden ook de straat op gegaan. Iemand die vanuit sport komt, die vindt sport belangrijk. Nou ja, toen ze dat zeiden, denk ik van nou ja, hij moet ook een beetje muzikaal zijn. Als er iemand uit de zakenwereld loopt, jongens, hij moet aandacht voor ondernemer hebben. Dus in die zin zie je wel dat belangen genoemd worden. Moet kunnen, goed kunnen luisteren, dat vind ik wel een hele belangrijke. Want als hij dat kan, dan kan hij ook zeg maar daarop reageren. En goed, dat hij goed weet wat de mensen bedoelen als ze iets aankaarten bij hem. De afgelopen periode hebben wij de mensen op straat ook gevraagd om kenmerken te noemen voor die nieuwe burgemeester. De bestuurlijke ervaring. Ja, een burgemeester zie ik echt als iemand van de burgers, dus daar moet je wel tussen gaan staan dan. Dat hij zichtbaar is onder de mensen, dat hij is naar een uitvoering gehad van een gym. En goed zijn voor zijn burgers, want hij heet eigenlijk burgervader. En iemand die makkelijk toegankelijk is. Hij moet wel voor de mensen zijn, voor de burger van zijn gemeente. Maar hij moet ook zelf een wereldburger zijn. Op het gemeentehuis werden ook ontbijtsessies georganiseerd met maatschappelijke organisaties. En daarnaast is de jongerenraad om advies gevraagd. Uiteindelijk komt dit alles op een grote hoop en wordt de profielschets 28 mei vastgesteld onder aanwezigheid van commissaris van de Koning Wim van den Donk.